Hi, goeiedag. Ik zit nog even bij mijn make-up tafel. Met een hoop Essence, want ik heb deze look net gemaakt in de Essence video. En ik weet niet of dat voor of na deze komt. Maar ik ben een dagje met Dennis naar Centro Oberhausen geweest. Dat is een winkelcentrum ook van Westfield Malls. En die heb je ook in Nederland vlakbij Leidschendam, Westfield. En vond ik niet zo. Maar goed, ik hoor iedereen over Sephora. En over dat winkelcentrum. En ik moet zeggen, het is groot opgezet. Het is voor mij fijn, rolstoel. Vriendelijk. Veel Starbucks vind ik ook leuk. Drie heb ik er gezien in het centrum. Er is ook een heel groot plein. Sorry. Met allemaal eten en zo. En er waren ook wat merkwinkels. Niet alleen maar Hennis & Mauritz en Sena en Peter Kloppenburg. En dat kennen we allemaal wel. Maar er was ook een Michael Kors winkel. En een Calvin Klein winkel. En een Diesel winkel. En een Levi winkel. En nou, ik ja, Lush. Was ook een Douglas. En de Sephora. En de Galeria Kaufman. Daarvan hoorde ik dat het zou lijken op een bijenkorf. En ik vond het meer de vroegere V&D. Maar daar zit ook een stukje Sephora in. Er was een speciale Lego winkel. Er was een Haribo winkel bijvoorbeeld. Het lijkt een beetje op een luxe outlet. Maar dan niet de outletprijzen, zeg maar. Maar er zijn ook soort boutiques die allerlei merken verkopen. Maar er zijn ook brand stores, zeg maar. Allereerst ging ik de Sephora zoeken. Want daar wilde ik het allerliefste heen. Wat vond ik daarvan? Ik vond het gewoon een Douglas. Ja, misschien had ik het wel heel erg opgehyped. Misschien had ik het wel heel erg groot gemaakt in mijn hoofd. En ik rolde daar naar binnen. Ja. Je moet erheen gaan omdat je de merken wil kopen die ze daar hebben die in Nederland niet te koop zijn. En verder is het gewoon een Douglas. Maar dan make-up. Hadden ze eigenlijk ook parfums en zo? Ja, volgens mij wel. Het is gewoon een Douglas. Maar ze hebben net even een andere merken. Maar goed, we gingen ook naar de DM drogist. En daar kocht ik dit. En dat is van Ebeline. En dat is dan om een knotje te maken. En zo moet het. Nou, ik ben dol op knotjes. Dus dat wilde ik wel proberen. Ik dacht het zijn er twee, maar het is gewoon één hele grote. Maar ik kan niet ontdekken hoe dat dan. Het schiet alle kanten op. Dat blijft niet recht om je haar eromheen te draaien. Ik snap er helemaal niks van. Dan kijk ik vragen. Vrouwtje las make-up en tegenwoordig heet het anders. Things about vrouwtje of zo. En die zegt ze. Oh, steeds dat het zoveel goedkoper is in Duitsland. En dus ik had zoiets van, nou weet je, we gaan niet naar een supermarkt. Want ik begrijp wel dat sommige dingen ook wel weer duurder zijn. Hè? Dit maakt niet uit. Dit kost gewoon €5,45 in Duitsland. Dat kost hier ook €5. Maar goed, ik had het nodig, dus ik heb het meegenomen. Maar dit maakt helemaal niet uit. Wat wel uitmaakte, was deze. Dit is een flinke fles. Micellair water. Van Nivea. Oh, wat erg. Ik blijf gapen, jongens. Ik ben toch al een tijdje wakker. Nou ja, goed. Ik ben op de helft bij de mijne. Dus ik dacht, ik neem alvast een backup mee. Wat ik daar ook kocht, was een vel voor mijn voeten. Ik heb nogal veel eelt. Dus ik dacht,
voor 95 cent. Kunnen we altijd een keer proberen. Dan ben ik ook naar de Bijou Brigitte gegaan. En die hebben wij in Nederland ook in de Kalverstraat onder andere. En daar kocht ik deze broche. Ik hou ervan. Ik hou ervan. Superleuk. En deze oorbellen. Ja. En ik had mijn haar los. En dat irriteerde me. Dat irriteert mij nogal snel. Ik hou niet van los haar. Dus ik dacht, ik koop even van die klemmetjes. Dan kan ik het in ieder geval zo half vastzetten. Dus ik zat heel veel moeite te doen om dat buiten. En dit zijn leuke klemmetjes hoor. Dit zijn van die beetje ijzerachtige. Volgens mij heb ik er één in grote ook. Nou, ik weet alleen niet waar ik die nu gelaten heb. Dus ik zat heel moeilijk te doen om dat los te krijgen. Om in te doen. Zoals nu. Maar toen zat het nog vast aan zo'n soort tie wrap dingetje. Dus ja, dan kon dat dus nog niet. Maar goed, ik heb ze wel. En dan was ik natuurlijk, oh ja, wat ik ook nog kocht, was een blush van Trend It Up. Om te proberen gewoon. Ik dacht gewoon, dat is leuk. En de Sephora. Wat ik bij de Sephora kocht, was de primer van Milk hadden ze nergens. Dit is de Travel Size Milk Hydro de Setting Spray. Niet dat je denkt dat ik het weggooi, er staat daar een doos voor het afval. Dus ik ben heel benieuwd. Ik zet hem hierbij, zodat ik hem kan gebruiken. Ik kocht een minietje van de Rare Beauty Always an Optimist Illuminating Primer. En dat is meer gewoon omdat ik daar benieuwd naar was. Zullen we eens kijken? Het is een beetje met een kleurtje. Het voelt een beetje loodzonnerig. Ja, het geeft wel een mooie shine. Eerlijk is eerlijk. En van Rare Beauty kocht ik ook een blush. Dat moest natuurlijk. Heel rommelig. De beautyschap vond ik over het algemeen niet zo groot. Maar heel rommelig. Veel mensen hadden blijkbaar in die blushes zitten rommelen en zitten zoeken. En er was nog heel weinig van deze kleur. Dit is Naturally Nude. En dit is toch te cute. Er was nog wel veel Naturally Mauve of Nearly Mauve. Kan ik het zo? Nee, dat lukt natuurlijk niet. Ik doe het even zo. Hier zit hij. Hier, dit is hem. Heel benieuwd naar. Kocht ik nog meer? Jazeker. Ik heb ook heel veel bonnetjes. Ik kocht, nou dit is echt een mini van de Charlotte Tilbury Flawless Filter. Ik heb die van Elf. Ik heb nog nooit die van Charlotte Tilbury gehad. Maar deze is echt mini.
Dit is de grootte van een Chanel lipstift. Dit is een lipbalm, maar dit is de grootte van een lipstift. Kijken of die ook te groot is. Ah, hij is iets kleiner, iets groter dan een Essence lipstift. Nou. Dit is de kleur 2. Ja, wel mooi. Ja, wel mooi. Dus ik ben reuze benieuwd. Ik ga hem een keer gebruiken. Ja, uiteraard, anders koop je het niet. En ik heb een kleintje gekocht van de Pillow Talk Lash It Up Lift Effect Mascara. Hier had ik een sample van. Had ik. Ergens. En ik dacht, ik koop een kleintje om het te proberen. Wetende dat de formule van de kleintjes niet altijd hetzelfde zijn als de grote. Dat kan gebeuren. Nou. Ja, ik kreeg wat proefjes. En ook bonnen. Nee, we hebben een hele gezellige dag gehad. Dennis heeft een nieuwe leefje gekocht. En verder eigenlijk niks. We hebben gewoon lekker gekeken, geshopt. Ik heb wat dingen gekocht die ik wilde hebben. We hebben lekker gegeten. We hebben lekker koffie gedronken. Nou, Dennis dan niet, want die houdt niet van Starbucks. Maar nou ja, heb een broek gekocht. En we waren er om 10:30. En volgens mij gingen we rond een uur of 2 weer terug. 2:30. Hadden we dikke file. Onderweg terug was iets gebeurd tussen Oberhausen en Arnhem, die snelweg. En een kwartier stilgestaan. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. We zijn daarna lekker bij Wessel Uitswerk uit eten geweest. En zagen Wessel ook nog eventjes. En ja, gewoon een lekkere fijne dag. We zijn niet op vakantie gegaan dit jaar. Dus gewoon een lekkere fijne zorgvrije dag hadden wij. Heerlijk, met z'n tweetjes. Dat was hem. De shoplog van Centro Oberhausen. Kan je meer kopen? Ja. Wilde ik meer hebben? Ja. Was het nodig? Nee. Dus ik heb het hierbij gelaten. Ik was heel trots op mezelf. Dat ik gewoon wat kleine dingetjes gepakt heb die ik graag wilde. En daar is het bij gebleven. Leuk dat je keek naar mijn Hobby YouTube kanaal. Like en subscribe. En dan zie ik jullie bij de volgende. Doei!